Leuk dat je kijkt naar de eerste video van het Vrijbuitersnest. Vandaag gaan we op bezoek bij Bob Radstaken. Je kunt Bob misschien kennen van het Living Village Festival, het Levende Bouwen. Bob is al momenteel hierachter. We zijn hier net buiten Zuidwolde. En hier woont hij nu samen met zijn vrouw en dochter in zijn Tiny Temple. Dit is een rijdende SRV-wagen die hij helemaal zelf heeft omgebouwd. Dus laten we eens gaan kijken hoe het is bij Bob. Nou Bob, zou je eens kunnen laten zien hoe je woont? Ja, nou, dit is dan onze Tiny Temple, zoals we het zelf noemen. Tiny Temple op wielen? Ja, het is een beetje een haastklus geweest, want we moesten ons huisje uit. Dus ik had 2 maanden tijd om het grove gedeelte te bouwen. Ondertussen wonen we erin, dat betekent niet dat het al af is. het blijft een gaand project, zoiets. Ga je nog verder in? Ja, ik ga nog zeker verder. Nou, ik wil die hele buitenring bovenlangs natuurlijk nog mooier maken. In verf zetten, het dak dan nog een keer in een tweede laag. Vooraan heb ik een cabine zitten, die is namelijk roze daar. Oh ja. En ik heb mooie bitumenverf gekocht, die ga ik hem helemaal groen. Alle delen, wat nog een beetje lelijk is, wordt allemaal groen. Ja. En dan is er binnen nog wel een aantal aanpassingen. Dus we hebben nu de winter doorgekomen, maar dat wil nog wel meer isolatie. Hoe was het met isolatie inderdaad? Nou, ik heb een hele goede kachel, dus wat dat betreft is het heel goed gegaan. Want jullie stoken staat op hout, of niet? Ja. Oké, okay, dat wil ik laten zien. En het is dus wel ook het plan om hier de komende jaren nog in te blijven wonen? Nou ja, het is een beetje de vraag. We kijken nooit sowieso geen jaren vooruit. Dus nee. Wat de komende jaren aan de hand is, dat weet bijna niemand. Nee. Voor nu wonen we erin. Ja, en precies. Veel verder kijk ik ook niet vooruit. Voor nu is dit. En we hebben natuurlijk ons huisje in Dalfsen nog. Ja, die is er ook. Is er nog wel, maar we mogen daar gewoon niet wonen. Nee. En het festival komt er natuurlijk aan. Dus we gaan met het festival weer die kant op. En dan gaan we op het festivalterrein op deze tijdens het festival staan. En na het festival, zover weet ik het nog niet. Ja, dus kunnen we misschien even, even binnenkijken. Ja. Kom maar even mee. Dus daarin stook je eigenlijk gewoon de hele ruimte, de houtkachel? Ja, dat is gewoon een flinke houtkachel. Dus die heeft genoeg kilowatts om deze ruimte met gemak warm te krijgen. En daar kook je ook direct dan? Nee, we gebruiken hem wel voor het warm water. Mm-hmm. Dat is altijd als je een houtkachel hebt, warm water. Maar ik heb hier ook gewoon een gastelletje op. Oh ja, tuurlijk. Een flesje. Klopt, net langs. Dus, daar verwarm je echt al en dan heb je, en dat is dan gewoon normaal hout? Ja, in principe wel, gewoon normaal hout. En dan heb je de afvoer, die gaat die er gelijk naar buiten? Die gaat achteraan eruit en dan buiten omhoog. Mm-hmm. En het is natuurlijk mooi om zoveel mogelijk van je pijpen binnen te houden voor de extra warmte. Ja, precies. Deze kachel heeft zo'n overcapaciteit dat die niet nodig is. Nee, het is misschien van een kleine ruimte, heb je denk ik wel snel warm. Ja, in ideale omstandigheden zou ik wel een rocket stove te willen hebben. Ja, maar die zijn gewoon nog wat te prijzig. En zelfbouw is voor zo'n ruimte als dit is de ruimte te klein. Met zo'n rocket stove, ik heb ze ook gezien, ik vind ze ook super vet. Maar heb je dan met zo'n rocket stove eigenlijk niet dat je... het is super snel en je hoort het natuurlijk ook, daarom met die rocket stove. Ja. Maar dan ben je, het verbrandt denk ik heel snel. Dus het gaat denk ik heel snel, gaat het omhoog in warmte en dan is het weer klaar, of niet? Het is wel een snelle warmtegenerator, maar je kunt er dan een buffer achter zetten. Ja, precies. Dat zie je vaak met van die lemen banken, dat daar de schoorsteen weer doorheen loopt. Ja, en dat het dan langzaam afgeeft. Mijn ouders hebben zo'n Finse steenkachel. Ja. En dat werkt eigenlijk voor mij. Nou, die hebben we in ons huis in Dalfsen, ook zo'n Finoven. Ja, precies. Ja. 70x70 bij 1,40 meter. Ja, precies. Ja, dat zijn echt vette dingen. Ja. En daar op de bovenkant, dat zag ik ook laatst. Die zag ik ook bij de rocket stove winkel. Daar hebben ze nu zo'n ventilator, die verdeelt het wel over de ruimte, of niet? Ja, het blaast niet echt. Het is niet dat je hand ervoor houdt dat hij gaat blazen. Maar als die warm wordt, zit een Peltier-element tussen het voet en de bovenkant. Ja, bij 60 graden gaat hij automatisch, toch? Ja, hij gaat sowieso automatisch. Ja. Dus het is op een grijs staat stil, op een gegeven moment dan begint hij te draaien. En dan, eigenlijk het enige is, hij brengt een luchtbeweging. Mm-hmm. En het was heel duidelijk te zien toen Lely een keer zo'n ballon had, een tijdje, die dan zo gaat, normaal is het tegen het plafond, en dan gaat hij zo zakken. Ja. En dan ging hij zo echt die kant op, boven ging hij dan die kant op en dan kwam hij onder zo weer terug. Dan ging hij zo rondjes maken, die ballon. Ja, en dat geeft geen tocht of zo. Je hebt ook van die ventilatorkachels die dan echt blazen. Ja. Maar het is net dat de lucht in beweging zet, waardoor het, als het daar warm is, daar ook warm is. Ja, en niet dat het daar heet is, terwijl je daar dan nog koude voeten hebt. Ja. Nee, precies. Je hebt dus inderdaad het broodje, je hebt nu een koelkast, hè? We hebben hier nu een stroompuntje van de buren. Oké, dus... Want in alle haast, we hebben wel zonnepanelen in ons huisje in Dalfsen, maar goed, daar hebben we ook verhuurd aan iemand die het op dat moment nodig had. Mm-hmm. Dus de zonnepanelen hier zijn nog niet voor elkaar, dus we zijn nog niet off-grid met deze wagen. Ja.
Dus we hebben nu nog een stroomlijntje. Mijn eerste tour had ik een aanhanger erachter met veel zonnepanelen erop. Ja, die heb ik gezien, maar die is op een gegeven moment geknipt. Die is van, dat was een heel klein aanhangertje, maar ik had nog een aanhanger. Ik had twee aanhangers erachter. Ja. En eentje zat van zonnepanelen, ja. Oh, je had twee in Duitsland aanhangers. Niet hoor, maar de eerste maand van mijn rit had ik één grote zonnepaneel aanhanger. Dus de bedoeling was altijd nog... Ja, en die had je dan los naast het huis staan eigenlijk. Ja. Ja, want je hebt op zich het dak... Is natuurlijk vrij kort, denk ik, aan beide kanten. Ja, ik heb een meter ruimte, dus ik zou op zich wel een ritspanelen kunnen leggen. Ja. En ik kijk ook wel op veilingen en marktplaats of een leuk gebruikpartijtje kan vinden. Mm-hmm. Maar we zijn nu gewoon met andere prioriteiten op dit moment. Ja, precies. Druk met het festival. Het festival is altijd een grote prioriteit van deze tijd. Ja. Er gaat heel veel werk en heel veel tijd in zitten. En dit heb je dus helemaal zelf gebouwd? Ja, dit is... Ja, we kregen te horen dat we ons huisje uit moesten in Delft, want op zich was altijd de bedoeling om daar gewoon lekker een plekje te maken. Maar dat mocht niet meer. Dus toen heb ik in 2 maanden tijd deze gebouwd. In 2 maanden tijd heb je dit hele ding gewoon... Van een SUV-wagen slopen, dus de hele bovenkant eraf en dit er weer bij op. Voor mij heb ik dat wel gezien op Facebook, dat je in die kale wagen reed voor mij rond. Een halve wand zat er nog maar in. Dat is super vet. En toen, in de loop van dat we ook op pad zijn gegaan, is het een beetje beledigd. Ik heb hier in Zalk in de buurt die kastjes gevonden. We hebben een tijdje in Zalk gestaan. Ja. Bij een kringloop en wat plankjes gemaakt en dingetjes. En het is nog lang niet optimaal. En als ik gewoon een tiny house zou moeten ontwerpen, zou ik het echt anders doen. Ja. Maar omdat het allemaal gewoon snel en is het toch nog aardig gelukt. Ja. Wat ik wel vind, zelfs in de 2 maanden tijd dat je het hebt gebouwd, heb je alsnog best wel veel van jezelf in zitten. Want je hebt bijvoorbeeld dit stuk. En wat ik wel eigenlijk een van de allervetste dingen vind, is gewoon dat je hier zo die dubbele lichtbalk hebt. Dat zie je wel eens bij Borton, hè? Ja, en oude woonwagens ook. Die hebben ook van die koekoeks, noemen ze. Ja. Koekoek op het dak. En dat heb je ook allemaal zelf zo die vormpjes erin gezaagd. Ja, het heeft een meisje die... 2 keer stage gelopen heeft op onze werkplaats. Die heeft dat erop getekend allemaal. Die heeft een mooie vorm in de vingers. Ja. En deze zijn de mevrouwen erop getekend. En ik ben lekker met een decoupeerzaag bezig geweest. Graag. Ja. Dit zijn ook gewoon die balken bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon eigenlijk 3 underlaymentplaten op elkaar gelijmd. Ja. Kijk, en dan heb je een balk. Net iets die lijn. Ik denk zo, dat is wel... En de bedoeling was eigenlijk om het helemaal door en door te doen. Ja. Maar het was sowieso net iets steviger. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi effect alsof het eruit gebeiteld is. Ja, absoluut. Maar normaal gesproken zou ik die afrondingen beter doen. Ja. En dan kun je het echt mooi maken. Ik vind nu al rustig gewoon de organische kleur, zeg maar. Maar je zou ook altijd kunnen zeggen van ik ga hier gewoon een kleurtintje of zo erin. Dat kan ook nog. Ja, kijk, en dit is gewoon de dakplaat. Ja. Dus hier wil nog een stukje isolatie met een binnenplaat op. Zo zijn er allemaal nog afwerkingen die eigenlijk gedaan willen worden. Ja. Maar we hebben de reddels er prima mee. En je hebt hier echt een mooie lichtinval. Hè? Je hebt hem echt een beetje in kant op zo met dat licht. Dat je zegt van ook als je ze nu geparkeerd hebt eigenlijk, dat je zegt van Dat was ook de bedoeling. Van als ik aan het rijden ben, wil ik eigenlijk dat de verkeerskant gewoon, dat ik daar niks zie. Dan een raam voor het licht. Ja. Maar wat mij opviel bij de meeste tiny houses, dat het vaak zo donker is, zo weinig, heel veel, een aantal kleine raampjes. Ja, precies. Of hoge raampjes. Ja. Dus dat was voor mij een dingetje van, ik vind functionaliteit wel belangrijk, maar ik vind ook vooral belangrijk dat ik gewoon wel veel licht in huis heb. Ja. En dus toen ben ik begonnen eigenlijk als basis is deze hoek gevonden op Marktplaats, die hele pui. Met die gebogen ramen. Dat is ook allemaal tweedehands, heb je dit? Deze hele wagen is inclusief aanschaf van het rijdende gedeelte. Ja? Komt die ongeveer rond de 2.500 euro. 2.500 euro? Voor gewoon een rijdende... Voor dit hele verhaal, ja. Wow. Dat is wel echt... Materiaal, transport van het materiaal. Ja. En, ik was vorige week met iemand en die was ook een tiny house aan het bouwen. En die bouwde ook wel veel met gerecyclede materialen. En die zat zo voor mij rond de 10.000, 12.000 euro. En dat vond ik al heel weinig. Want eigenlijk als je al een tiny house zorgt, hoor je altijd bedragen. 30, 40, 50. Ja, precies. 30 heb je nog echt een basic. Ja, absoluut. En het is ook, kijk, als ik het in opdracht zou moeten doen, dan kom je ook wel aan die, want er gaan gigantisch veel uren in zitten. Die 2 maanden dat ik eraan gewerkt heb, dan is het nog maar casco. Dan heb je nog lang niet alles. Maar het is dan wel 7 dagen in de week. En gewoon van 's ochtends is wakker worden, ga je aan het werk. En dan totdat het eten is. En na het eten doe je nog even dit en even dat. Precies. Het is eigenlijk op het moment dat je eigen uren zou rekenen. Dan, maar ja, het is altijd of je hebt geld en je laat het doen. Gek het idee. Ja. Of je hebt tijd en je doet het zelf en je bespaart geld. Het is altijd één van de twee. Precies. Dus,
En voor mij, kijk, ik zou best een keer een tiny house in opdracht willen bouwen, maar dat is, ik moet er dan moet je er echt een half jaar of tot 7-8 maanden de tijd voor nemen om al die details echt goed uit te werken. En dan ook niet in mijn eentje, dus dit heb ik grotendeels in mijn eentje gedaan. Ja. En dan een beetje hulp van een kameraad. Ja. Maar als je dan met twee man zo'n klus aanneemt, dan is het heel leuk. Maar dan, als je dan je uren gaat tellen en je, het is ook afhankelijk van de klant, wat voor kwaliteit, wat voor materiaal. Vindt hij het erg dat er een vlek in een stuk hout zit? Nee. Of moet dat weer een nieuwe geschuurde plaat zijn? Dat zijn allemaal extra. Ja, precies. En dan zit je zo aan 30.000 hoor. Ja, dan ga je er snel aankomen. Ja, en dat is niet eens materiaal. Het grootste gedeelte gaat gewoon in uren zitten. Ja. En hoe, je had het net al buiten even over isolatie, want hoe heb je het eigenlijk geïsoleerd? De wanden op dit moment zijn allemaal geïsoleerd met her en der had ik wat stukken gewoon isolatie wel gevonden op Marktplaats. Ja. Maar het grootste gedeelte is met de dekens gedaan. Ja, dat komt met dekens. Ja, van de kringloopwinkel. Ja, je zegt zelf al dat je snel warm krijgt. Ja. Dus, ja, nee, dat is echt geen probleem. Ja. Dat is wel een goede manier dan, low budget eigenlijk, gewoon isolatie. Ja, want kijk, je kunt natuurlijk alles super deluxe doen. En hoe luxer en hoe ecologischer op het etiket staat, hoe duurder het ook allemaal is. Ja. Terwijl ecologisch is niet per se dat het van hennep gemaakt is. Nee. Ecologisch is ook een deken die bij de kringloop ligt, die verder niet meer gebruikt wordt, er een vlek in zit en niemand geeft er wat om. Nee. En die gebruiken als isolatie. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de eerste stap uiteindelijk, wat we wel hebben. Ja, uiteindelijk voor mij is dat stukje een nog te veel over het hoofd gekeken stukje ecologisch. Ja. Dus dat je het haalbaar doet. Maar dat je het vooral ook doet met middelen die eigenlijk al afgeschreven zijn. Ja. Het meeste van dit hout, wat hier gebruikt wordt, en het meeste van de kozijnen, komen echt letterlijk van de afvalberg. Die lagen op een berg om in elkaar geknepen te worden. En die heb je gewoon ergens... Gewoon gratis uit een afvalberg getrokken. En welke delen zijn dat? Dat zijn alle voorramen, dat zijn deze ramenkozijnen. Het kozijn van deze deur is dat helemaal. Deze heb ik gekocht, dit kozijn. Ja. En die heb je allemaal nog gewoon weer kunnen herstellen, dat was gewoon enkel bruikbaar. Ja, maar gewoon goed. Er worden zo ontzettend veel. Dus al die kozijnen komen ergens uit een buurtje wat gesloopt werd. Er moeten dan nieuwe. De volledige dakkapellen kwamen er binnen bij die sloop. En dat gaat dan gewoon gekraakt en weg. En is dat dan gewoon oud spul wat enkel glas is? Of, nee, het is allemaal dubbelglas. Het is allemaal nog dubbelglas gewoon. En hardhout, ja. Wow. Dat vind ik echt, waar mensen dat weggooien, denk je dan? Nou ja, je staat er verbaasd van. Mensen hebben niet in de gaten hoeveel er op de afvalberg belandt. Ja. En dat stukje is voor mij een stukje wat ik ook heel leuk vind om te doen. Precies. Dat je een wagen kan hebben die er ook nog leuk ontworpen uitziet. Maar dat die ook inderdaad voor 2.500 euro klaar is. Ja. Weet je, dat vind ik echt, dan lach ik me helemaal rond. Ja, dan zie ik anderen inderdaad voor 30.000 euro een tiny house aan het aangaan. Wat ik begrijp, want je moet ook kunnen. En het is ook niet zo. Ja, zelfs maar voor mij is het dan wel zo van, kijk, weet je wel, ik doe dat voor 2.500. En dat vind ik dan voor mezelf altijd wel een schouderklopje waard. Ja, absoluut. Ja. Ja. En het is echt niet dat we puristen daarin zijn. En we gebruiken ook een purrandje, omdat sommige dingen moet je... Ja, je ontkomt er niet aan. Of net zoals een dak waterdicht maken, er zijn natuurlijk allerlei leuke ecologische alternatieven voor. Ja, ja, maar uiteindelijk moet het ook gewoon haalbaar zijn. Dus, en nu heb je aan de buitenkant een zeiltje of een stuk? Of ik had zeil, wat ik nog had liggen. Dat was gratis, maar dat kreeg ik dus niet strak genoeg en waterdicht op de plekken waar ik het wou. Mm-hmm. Dus toen heb ik op Marktplaats voor zo'n 25, ook een ding dat wel uit de handel was en niet meer 25 liter bitumencoating. Voor 25 euro. Ja. Omdat het gewoon niet meer. Je oud uit de relatie, zo'n partijtje wat nog ergens stond. Ja. En dan, weet je, het is er. En dan kan ik het beter op mijn dak smeren, omdat het gewoon ergens in een hoek blijft staan en niet gebruikt wordt. En dat is dan voor ons, het is haalbaar qua prijs. Het is ook echt waterdicht. Ja. Want de ecologische manier is nu berkenschors en dan, zoals vroeger die hutten gemaakt. Maar dat is qua gewicht. Maar ook met een rijdend ding. En, het wilt allemaal. En in die tijd dat ze dat deden, hadden ze ook gewoon lekkages en moest je er ook gewoon. Ja, maar dan was je werk ook. Ja. Je huis en je tuin. Ja, dat is je werk, je dagelijkse leven. Ja. Dan komt je opbrengst vandaan. En dan is het niet erg als je per jaar 2, 3, 4 weken per jaar aan je huis aan het werk bent. Ja. Maar in deze tijd. Kan het helemaal niet. Je gaat alles. Druk. Dus je moet ook daar een aantal concessies in doen. En het hele puristische van het ecologische. Maar als je dan bijvoorbeeld eigenlijk zegt, je zegt van ik heb die deur, ik heb die gewoon gevonden. Ook van die andere dingen. Van de stad gered. Ja, die dubbele deuren waren 50 euro. Hardhout dubbele deuren met glas en lood. Gaaf.
Maar ja, die kozijnen, die had je dan gered, zeg maar, van de stad. Ja. En ben je dan eigenlijk lang op zoek naar zoiets? Nee, het is, we hadden een werkplaatsje naast een plek waar een stortplaats was. Dus dat hadden we al gelijk een contactje gelegd met degene dat daar zat. Ja, precies. Ja. Goh, als je leuk, hè, mogen we af en toe snuffelen? Ja. Ja, dat mag wel. Ja. Dus als je een beetje connecties legt, hè? Het is even daar, vooral die plekken waar het naartoe gaat. En het is, vroeger was het makkelijker, dan kon je ook bij de gemeentelijke afvalstort kon je nog wel eens wat meenemen. Ja. Daar hebben ze een soort van band opgezet, dat moet je echt in drievoud aanvragen als kunstenaar, want anders kom je er echt niet tussen. Nee. En dat is op zich wel jammer, want daar zitten heel veel. Maar er zijn gelukkig steeds meer gebruikte materialen. Een bescherming van de volksgezondheid. Het is vooral bescherming dat niet iedereen in die troep gaat zitten trekken. En dat er niet allemaal troep op de grond is. Ja, dat bedoel ik ook. Dat is eigenlijk vooral waarom ze het doen. Maar iedereen die wel eens op een stortplaats komt en eens even verder kijkt naar wat er eigenlijk. Die ziet altijd zo ontzettend veel spullen liggen. Waarom wordt dat weggegooid? Absoluut. Dat heb ik ook wel. Gewoon dat je dan denkt van. Ik had laatst van mij was een keer een televisie kapot. En dan loop je dan mee naar zo'n C-container die ze dan daar hebben staan. Dan zet je die tv in en dan kijk je omheen. En dan denk je van. Ah, kan dan niet dat. Zie je gewoon dingen die je denkt van. Die zijn voor mij gewoon echt nog wel bruikbaar. Ja. Ja. Maar goed, dat is een beetje, ze hebben ons natuurlijk vanaf de jaren 50, 60 hebben ze, vanaf dat de televisie er ook was, reclame, welvaart, koop, dit was de Tiny Temple van Bob. Leuk dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt uit kunnen halen over hoe Bob leeft met zijn familie in zijn omgebouwde SFV-wagen. De komende tijd gaan we nog veel meer vrijbuiters bezoeken. Dus tiny houses, alternatieve woningen, alternatieve leefstijlen, noem het maar op. We gaan er op bezoek. Dus hou ons kanaal sowieso in de gaten. Wil je nou meer weten over Bob en zijn familie, over hoe ze begonnen zijn met dit leven, waar ze tegenaan liepen en waarom ze zo zijn gaan leven, dan raad ik je zeker aan om de podcast even te beluisteren. Samen met Bob hebben we deze opgenomen. Dus als je geïnteresseerd bent, echt een aanrader. En tot de volgende keer.